Ja, wij komen eraan. Hallo? Hey Inge. Hey. Het lijkt daar een Black. Hoe is het? We lang niet gesproken. Goed. Goed. Ja, ik zeg maar goed. Ja, met jou? Ja, lekker. Ik zag op Twitter dingen voorbij komen. Zoals maar nog eens achter je aan. Ja. Ja. Wat moet je nou van je? Trouwen. Nog steeds? Ja. Kan je iets opzetten voor me? Wat dan? Inge, je bent op de top geweest. Ik wil je in het begin helpen. Nu is het omgedraaid. Nu moet je mij helpen. Wat moet ik doen? Je moet doen alsof je met hem wilt afspreken. Alleen. Nee, nee. Doe me dat alsjeblieft niet nog een keer aan. Alsjeblieft, Inge. Ik smeek het je. Het gaat om... Hij mijn kinderhond voert. Wat? Ze is 4. Meen je dat al? Ja. Kom op, alsjeblieft, mijn kind. Ik kom, oh my god, ik kom net uit het ziekenhuis. Hij heeft mij gestoken met een mes. Mijn kind. Inge, mijn kind. Oh. Wat wil je dat ik doe? Alleen met de afspraak dat de politie kan aanhouden. Hallo? Ja, ze kon je. Hallo. Ze is 4, ze kan al beschrijven. Wat wil je dat ik doe? Dat je met hem gaat afspreken op een locatie. En dat de politie hem wil gaan aanhouden. Dan krijg ik mijn kind terug. Ja, ze is aan de telefoon, man. Hoe is hij hier gekomen, weet je dat? Nee, weet ik nog niet. Ze is nog aan de telefoon. Ik kom... Ik kom... Hij heeft mijn... Ik kom net van Osman af. Fuck. Moet ik dit doen of kan iemand anders dit doen? Dit kan je niet. 6-4. 4! Oké, ik doe het. Ik doe het wel. Dankjewel, Inge. Ik doe het wel. Weet je wel de... Even denken, hoor. Waar wil je dat ik naartoe ga? Zegt die rabbit die alleen moet komen bij de... Even kijken. Wat ga je dan met hem doen? De politie gaat hem oppakken. Ja, maar je weet dat je mij nu ook in gevaar brengt weer, hè? Mijn kinderen! Zelfs 4. Alicia. Waarom doe je niet aangifte bij de politie? Dat heb ik al gedaan, maar ze kunnen er niks mee. Hij gaat dan verkopen naar Mexicanen. Wat? Maak er salsa van. Inge, kom op. Er is bloed in je hand als je niet meewerkt. Kom alsjeblieft. Oké. Je weet wat je van me vraagt, hè? Hey Inge. Je weet wat je van me vraagt, hè? Dit kan me mijn leven ook kosten. Inge, hallo. Inge, ben je dat toe of ben je jezelf een klein kind in nood helpen? Zit hem erop. Ik ga tot de 10. Ja. Wie moet je... Er staat hier een vent bij appartementen die zei dat Inge mooie billen heeft. Ik ben helemaal gek hier. Wacht. Ja, dat kan ook. Jopie zei dat. Nee, Tyrone. Ja, moet je eventjes zeggen, groetjes Jopie. Waar moet billen. Ik hem heen sturen? Geen grappen vandaag. Waar? Dolhof. Of? Dolhof? Waar is dat? Ik ben te voet. Ik kom net uit het ziekenhuis. Ik weet niet eens waar dat is. Weet je waar de pier is? Ja, ik heb ook geen voertuig. Ik kom je ophalen. Inge, hoe ben je hier gekomen eigenlijk? Politie. Ik heb maar 4 jaar. Politie? Getocht, Kom maar, ik ben bij het ziekenhuis, kom maar halen. Tot zo, joe. Ik ga zoiets achterlijks doen nu, Jaden. Wat ga je doen? Ik kan niet eens meer nadenken. Wat ga je doen? Ik word nu opgehaald door Tyrone. Ja. Osman heeft het kind van Tyrone. Wat de... Inge? Ja. Wat thanks is er gebeurd? Voor je follow, Inte. Osman heeft me in mijn keel gesneden. Hij heeft mij achtergelaten, politie gebeld. Wat? Mijn ziekenhuis afgezet bij... Of ja, de politie heeft mij in het ziekenhuis afgezet. Nu belde Tyrone. Osman heeft het kind van 4 van Tyrone ontvoerd. Of ik hem een gunst wilde doen en Osman naar een plek wilde lokken. Maar dan zet ik wel mijn eigen leven op het spel. Ik heb ja gezegd. Ja, we hebben net wel echt gesproken, hè, met, hoe heet die gasten, Muliti, weet ik veel.
Ja, daardoor hebben we even goed gesproken en daarom ben je denk ik uiteindelijk losgelaten. Meen je? En dan ja. Nou. Dus, want we hebben met Mickey gesproken, ja. Die staat boven Osman. Ja. En daar hebben we wel even goed gesprek mee gehad. Mm-hmm. Dus, ja, ik snap dat je hem een gunst wil doen, maar dit is wel heel link. Dit is een heel gevaarlijk spel die je gaat spelen. Ik zou het niet doen. Ik wil het ook niet doen, maar ik weet niet. Je bent net van de ellende af, joh. Ja, ze kunnen jou die gunst niet vragen. Ik vind het belachelijk dat ze die gunst aan jou vragen. Mm-hmm. Zeker na al die shit die je nu al hebt gehad, is het eigenlijk belachelijk. Klopt. I know. We moeten sowieso praten, want Jay wat heeft mensen hun namen genoemd. Ja, ja. Ik heb hem al op aangesproken. Ik zeg, ik ben gewoon een snitcher. Wow. Ik zeg, dat kan je gewoon niet doen. Wow. Je, dat kan je gewoon niet doen. En zegt hij, ja, er werd gewoon noemde namen en er werd om gevraagd. Ik zeg, ja, ondanks dat, vriend. Ik zeg, dan moet je niet ja zeggen of weet ik veel wat. Je gaat gewoon niet praten. Dat is gewoon een ding. Een feit. Dus, maar wat gaan we doen met Tyrone, met zijn kind van vier wat ontvoerd is? Ja, dan zeggen gewoon van ja, de mensen waar ik omheen sta, die zeggen allemaal dat ik het niet moet doen. Mm. Dat ze anders heel boos op mij worden. En, zeker nu dat we deze shit even achter. Ik zou gewoon niks van je laten horen. Wacht, kom, we lopen even naar die andere ook allemaal. Hallo? Hey. Yo. Yo. Yo, maat. Ik begrijp dat je problemen hebt, maar... Mm-hmm. Wij kunnen het echt niet toelaten, man. We hebben net ellende gehad. Hou je bek! Mijn dochter, kom aan. Allebei handen omhoog en achterlopen. Tyrone! Instappen aan mijn dochter! Inge, stap nu in! Tyrone, come on! Inge, stap in! Nu! Dit kan je niet doen, vriend. Dit kan je echt niet doen. Man, ik kan je echt niet maken. Zij is net de keel doorgesneden. Ze is net uit het ziekenhuis. Ze is net ontvoerd. Dit zegt wat over jou, hè? Hou je zo mooi, jullie twee. Het gaat om mijn dochter. Tyrone! Ik snap je. Maar dit kan je geen andere mensen aan doen. Fuck up. Jullie zijn die gasten. Yo, Inge wordt weer ontvoerd, boys. Ik pak die zin. Damn, dat is al de tweede keer vanavond. Kameraden, Osman. Negatief. Tyrone of zo. Oh, Tyrone Black. Daar zet ik mijn dingen niet uit. Ja, maar ik begrijp dat zijn dochter al ontvoerd is en dat hij heeft haar nodig. Maar ja, hij heeft ons wapen getrokken op mij en ik. Wat? Die shit kunnen we niet doen. Boys, ik ben er letterlijk even 2 minuten niet. Wat de fuck hebben jullie gedaan in die tussentijd? Vagen, nee, wie zijn die gasten? Zijn vrienden van mij. Ze kwamen mij net ophalen. Hoe heet ze? Weet ik niet. Je zijn vrienden, maar je weet niet hoe ze heten. Ja. Niet tegen me Inge. Tyrone, dat maakt allemaal niet uit hoe ze heten. Ik ben in alles in staat. Je gaat me vertellen hoe ze heten. Tyrone, dat maakt jou niet een beter persoon dan Osman die je kind weghaalt, hè? Begrijp dit. Ik weet dat het kut is, natuurlijk. Dat is ook de reden dat ik twijfelde, maar ik zet wel mijn eigen leven nu op het spel ook, hè? Ik ben letterlijk net in mijn keel gesneden, Osman. Ik kom letterlijk net uit het ziekenhuis. Egoïstisch. Ze komen mij ophalen. Je bent egoïstisch, dat ben je. Ik word gebeld. Ja, neem niet op. Sorry, ik was even moe. Hallo trouwens, hallo. Wie jij ook bent, ik weet niet of ik jou ken, maar hallo. Het is Inge. Ja. Inge. Oh wacht, Inge ken ik wel. Oh. Inge zat er aan. Wie ben jij dan? Frederik. Frederik, wat ga je doen? Waarom? Nou, word ik nou een soort van ontvoerd eigenlijk? Of wat is dit? Dit is een...
Waar gaan jullie naartoe? Dollof. Gaan even praten. Ik word weer meegenomen in een... En deze keer heb ik geen kies. Waar is die huisje? Zie je links toch? Ook huisje. Godverdomme, mensen hier boven. Ik waarschuw je niet op je telefoon gaan, werk niet mee. Sierra deed moeilijk. Die is weggekomen. Maar jou laat ik niet weggaan, zonder dat ik mijn dochter heb. Wanneer heeft hij die meegenomen dan? Hij is altijd bij mij geweest. Gisteren. Hij heeft mij letterlijk... Gisteren. Hmm. Waarom kom je dan nu pas mee dan? Het is je dokter. Aangifte gedaan. Waarom? Ze moesten 24 uur of zoiets die regel van die kutwouten. Ik ben letterlijk een half uur van Osman verlost. En nu word ik er weer gewoon naartoe gebracht. Ja, hij komt naar jou. Hij heeft mijn keel gesneden. Hey Henk. Frederik, het is het verkeerde moment. Waar is die huis, Frederik? Dat moet jij weten. Het is het huis. Welk huis? Het huis van Michael. Zie rechts, toch? Oké. Ben je zo zwart begraafd? Geef mij kies, alsjeblieft. Nee, ik geef jou geen kies. Oh. Welk huis? Die villa. Ben je dom? Je moet naar beneden. Waarom gaat dit ding maar 5? Oké. Waar ga je naartoe, man? Komt goed. En waarom ben ik per se nodig eigenlijk voor dit? Omdat je het makkelijkste probeert om Osman te lokken. Hij heeft mij net letterlijk gedumpt. En dan zou hij nu wel weer komen? Osman is een apart roze. Waar man? Laat mij rijden. Nee, ik ga je niet kies geven, want de laatste kies heb gegeven, heb je ook opgefokt. Fuck off. Ah, fuck it, we gaan gewoon niet naar binnen. Godverdomme. Dat is een lichterlijke tik. En, komt hij dan hierheen of wat? Dat is wel de bedoeling. Ja, dat is denk ik wel de bedoeling. Jij belt ze Osman op en je gaat zeggen dat je goed wilt praten met hem. Dat ik goed met hem wil praten? Jij wil je kind terug. Wat moet ik met hem praten dan? Geloof ik ben al lokkaas. Dat is dus ook de bedoeling. Klopt, maar wat moet ik dan nog praten dan? Dus daarom wil ik hier eigenlijk buiten blijven. Ja, ik wil hier ook niet bij zijn. Stap uit Inge. We gaan naar boven. Ja, oké. Komt hij hierin of wat? En wat als het fout gaat? Wat dan? Er is niemand die weet dat we hier zijn. Komt goed. Boys, waar de fuck zijn jullie? En de politie dan? Kijk. Nogmaals, stop. Huh? Spijt me. Ja, dit is niet mijn idee. I know. Ik ben helemaal aan het shaken, man. Ontspan. Hoe kan ik ontspannen? Ik kom net uit het ziekenhuis. Kijk, we gaan niet. Boys.
alsjeblieft. Ontspannend. Juwelier kan. Wat? Heeft het gewerkt? Oh, Mickey belt me. Hey, zwarte schap. Verstop het je. Kijk zo op Twitter, dan weet je genoeg. Ik heb jullie gezien bij het ziekenhuis. In een grijze auto. Moet je ogen open doen, mafklappen. Hey Sky, welcome back. Je vrouwtje ziet er niet uit. Maar ze wou me wel hoor. Nek. Wat ook wel begrijpelijk natuurlijk is. Nee, ze wil van jou geld en van mij iets anders. Wat? Wat zei je nou op mijn wandjes? Mickey, je moet je bek houden. Luister, geloof mij maar. Je bent binnen mijne binnen 10 minuten. Hoor je me? Ik weet waar je bent. Ik ben zo terug. Emily, wat is de bedoeling? Wat is de bedoeling? Je gaat Osman bellen en je gaat vragen. Moet ik Osman bellen? Je gaat Osman bellen. Je gaat tegen Osman zeggen. Osman, ik heb over nagedacht. Ik wil niet elke nee, dag. Nee. Dat kan je me echt niet aandoen. Dat ga je wel doen. Op dit moment maak je geen grapjes. Ik ben alles in staat. Geloof me, alles. Zonder mij heb je ook geen aas. Denk dat ik een verand gooi, hè? Ga je het doen, ja of nee? Hè? Als je mij naar beneden gooit, heb je er helemaal niks aan, hè? Besef. Ga je het doen of niet? Denk er goed over na. Denk erover na. Ik gooi je over die godverdomme rand heen. Wat wil je dat ik zeg dan? Dat je meteen wilt meeten en dat je te goed wilt praten en dat je vertrouwt met hem. Nee, dat laatste gaat nooit gebeuren. Dat ga ik echt niet zeggen. Dat ga ik echt niet zeggen. Oké, dan skip je fucking laatste gedeelte. Hij weet dat ik lieg. Oké, dan laat je die laatste gedeelte, maar zeg je wel dat je met hem wilt spreken. Besef, hè, dat als je erachter komt dat ik hem gelokt heb en lieg tegen hem, hè, dat hij mij afmaakt, hè. Doe het! Of jij mij afmaakt of Osman. Ik weet niet wat ik erger vind. Dan probeer je mij een goede acteerskist naar boven te halen. Laat me een ding uitleggen, ja? Moment dat je het niet doet, weet je 100% dat je afgaat. Moment dat je het wel doet, hebben we nog een 50-50%. Thanks voor je follow, dus ja, kies maar wat je wilt. Is er geen andere manier? Nou, schiet op. Het zijn, dat is geen 50-50 zijn, maar 75% dan. Maar, dat is Frederik. 50% dat je nog kan overleven. Bij mij is het 100% dat je niet overleeft. Dus krijg je 2 minuten kans om te bellen. Nee, vanuit... Oh. Maar. Je hebt nooit school gehad. Is goed. Bellen jij. Frederik, help me even. Frederik, help je niet. Frederik heeft wel iemand anders geholpen. Ik kan niet meer helpen, zeg maar. Want ik heb geen keys. Want hij heeft net al ook iemand neergeschoten. En die zitten zeg maar achter hem aan. En mijn auto is gebruikt daarvoor. En ja. Ik zit ook zeg maar diep in de shit. Zonder dat ik het bel. Wat is dit, pak je telefoon en bel. Dit wordt mijn dood, hè? Dit wordt mijn dood. Luister, je belt. Nou, ik kan er wel voor zorgen dat het niet je dood wordt. En dan? Er zijn meer mensen die hem steunen, zeg maar. Maar... Nou, wie Tyrone steunen is eigenlijk niemand, want zelfs ik steun hem amper. Hij dwingt je gewoon. Ja, soort van. Ja, ik... Contract en zo, rapcarrière, staat op het spel, veel geld. Mijn leven, want hij heeft zeg maar ook een pistool vast. En ja, dat is het eigenlijk wel. Dus eigenlijk staat mijn leven ook gewoon op het spel. Waarom? Gaat nu fucking bellen. Maak een foto anders van mij, dat hij ziet dat ik hier ben. Misschien reageert hij daar al op, zonder dat ik iets op te zeggen. Wat slim, samen op de foto. Ja, luister, doe die hak voor je af, nu. Ja, maar wacht even, ik wil niet dood, want Hassel komt dan ook. En Hassel schiet je dood. Ik doe ze uit, ja. Nee, dan lijkt het misschien niet zo goed. Hey, Sarah.
Tyrone. Oké, okay, maak een foto. Jij? Maak alsjeblieft een foto, oké? Okay? Misschien gaat het bellen. Al. Je gaat bellen, oh, ik maak geen fucking foto. Tyrone! Ja. Wat zei Frederik? Dit is, zeg maar, dit is ook een beetje voor mijn veiligheid. Hassel komt als hij een foto maakt. Dan zijn we allemaal dood. Dan zijn we dood. Dus dat gaan we het even niet doen. Je gaat nu even Osman bellen. Je gaat tegen Osman zeggen, ik wil met je afspreken. Nu. Dat is denk ik wel het verstandigste. Voor ons, ouwe zeek, zeg maar, allemaal. Ja, voor jullie, ja. Nee, voor jou ook. Voor jou ook, geloof mij maar. Hassel schiet iedereen wat vast zijn last is, vast zit. Het boeit hem niet of hij bij ons hoort of niet. Ik ga eraan. Wat dan? Nee, komt wel goed. Waarom doe je zo lang over een fucking telefoontje? Hij is in gesprek. Ja, dan doe je even weg. Dan doe je even je telefoon weg. Dan wacht je even. Ik kom een auto. Oh, wat moet ik dan? Een mooi uitzicht. Ja. Ah, heerlijk. Zou ik zeggen ren? Of zou ik... Waarom? Waarom? Staan blijf jij nu. Staan blijf zeg jij. Hey, doe het niet. Doe het niet. Naar binnen. Naar binnen. Naar binnen jij. Nu. Hoi. Ik ben op date. Inge. Ik denk ook hoe dan ook dat ik een keer dood ga ergens. Of het nou door Tyrone is of door Osman. Dat betekent niet dat ze denken dat we iets hebben, Hassel. Dus dat betekent dat jij ook dood gaat wanneer ik dood ga. Dat betekent dat we even erg in de shit zitten. Wie belde jou? Hasseltak. En nu denk ik dat we een relatie hebben. Dat betekent, stel je voor, hij vermoordt mij. Hij gaat eerder jou vermoorden dan mij. Want ik heb gezegd dat jij mijn lief bent. Dat betekent dat we samen in de shit zitten. Denk je dat hij dat gelooft? Denk je oprecht dat hij dat gelooft? Ja, duh. Ah ja, stam blijf jij. Ga even naar binnen. Waar naar binnen? Je kan naar binnen, toch? Nee, fuck, oh. Jammer. Dat zou wel een goede plekje zijn. Mag toch wel? Oh, ik denk. Ja, hij is op slot. En dan ga je even hier zitten en dan ga je even ontspannen. En dan ga je nu Osman ontspannen. Opnieuw ontspannen? Ben je Osman opnieuw? Je zegt dat je spijt hebt en dat je met hem wilt praten. Want ik sleur je in die shit en ik zorg ervoor dat jij ook doodgaat. Alsof ik nou niet in de shit zit, Tyrone. Probeer iets. Erger in de shit kan ik al niet meer komen. Ik weet niet eens waar ik ben. Ga je ook niet zeggen. Je gaat zeggen dat jij met hem wilt praten en dat hij een locatie mag kiezen. Alsjeblieft neem niet op. Alsjeblieft neem niet op. Niet opnemen. Alsjeblieft. Hij neemt me steeds niet op. Maar hij gaat wel over. Nee. Oké, je gaat me maar mee. Ga je boeien. Oh, waarom moet dat altijd zo hardhandig? Beter hard dan zacht. Let's go. Ik ga gewoon niet zeggen dat ik gebeld word. Klootzak. Oh, oh, oh.
Zie mijn locatie. Van Valentina. Ik wil een locatie hebben. Ik wat dan? Zo de lul. Waar straat ik om eraan? Yo. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet, Justin. Maar ik ga niks zeggen, ik ben gek. Uitstappen. Ik rij. En jij rijdt maar. Wat is je roepnummer? Je roepnummer. What the fuck? Wat is je geluksnummer? Oh ja. Was ik ook aan het denken. En dan? Ja, dat schiet hem mij heel vroeg. Kan je naar vormdrijf rijden? Dat is René vroeger. What the fuck you know, rij naar vormdrijf. Hallo. Hallo. Ik ben een beetje druk momenteel, sorry René. Sorry man. Ja. Ja, oké. We kunnen naar een feestje. Goedenavond, that's cool. Man, 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 wat is dit een avond? Ik kom van de ene ontvoering naar de andere ontvoering. Dus wat is de planning? Oh, wegens Porto. Alzo, bel me op en dat Valentina naar straat aan het chillen is met Osman. Dat betekent dat Inge zo meteen door die straat gaat lopen. En wanneer Osman denkt, hey Inge, maar, en een knuffel wilt geven. Even Tyrone. Hij heeft me letterlijk een uur geleden in mijn nek gestoken, wat denk je zelf? Ja, maar jij gaat met de bos bloemen die kant op. Ja. Jij bent een maalgek. Wacht, wacht heel even, wacht. Dat ga je wel doen, ja! Allemaal even stil. Mm-hmm. Wie heeft jouw kind? Is dat niet handig Osman om te weten wie jouw kind heeft? Nu op dit Osman moment, voordat we rare dingen doen? Osman heeft mijn kind. Nee, Osman. Hij heeft hem misschien afgepakt, maar wie zegt dat hij daar nog is, bij Osman? Dat gaan we regelen, geloof mij maar. Het is een of de ander. We droppen haar in die straat. Zij loopt de hele straat uit, wanneer Osman met de straat met bloemen. Wanneer Osman denkt, oh shit. Ja, het vormdrijf. Navigatie. Nog vier stappen uit. Verder een plankje. Pak hem even hier rechts. Stop even rechts hier rechts. Dat ik even kan inboeien als dus in de auto wil stappen. Ja, dat is het. Help! Nou, help! Ja. Rijden. Ah, moet ik zo eens koogst aan deze gasten spelen, wacht. Is het op z'n pak een steegje, ergens een steegje. Kwijt, schreeuw je nou zo eens help, jij idioot? Hè? Nee, au. Leugenaar. Probeer het nog een keer. Ze zijn achter, precies achter ons. Pak nu rechts. En links. Nee, niet hier. Links. Gek. Wat doe je? Weg hier. Dit is de straat. Hier wonen ze. Huis. Gast jij. Ik zie helemaal niemand. Oké. Ik ga je losmaken, zometeen lopen die straat uit, duidelijk. Als je één keer stil staat of je telefoon schiet, dan doe je kop. Dat duidelijk zijn. Instappen. Ja. Ja.
Thanks for your follow, Green Palace. Ik wou jou mijn auto laten zien, maar... Green Valley. Even op, kut. Oké, hier verderop. Waar ben je uit je steek? Hier verderop. Wacht, ik zit precies afgehaald. Hè, wat? Hier. Hier? Nee, voor je neus. Oh, met wie, hoor. Stoppie. Je staat uit nu, je pakt hem hier rechts en je gaat een heel diep bondje om. Duidelijk. Inge? Maar ik heb geen eens bloemen. In kofferbak zit bloemen. Als je hulp nodig hebt, waar moet ik naartoe? Kofferbak zit bloemen. Eens bloemen pakken. Van roos. Meer zat er niet in. Vluchten blijven zicht op je hebben. Niet zo dicht bij waarheid alsjeblieft. Ga je een beetje... Waar? Oh, ik ben zo geneigd om te rennen. Grip Inge, dat kan je wel zeggen, ja. Oh, ik wil zo hard wegrennen. Ik weet ook helemaal niet waar ik naartoe moet lopen. Volgens mij ben ik veel te ver doorgelopen ook. Ik heb ook nog steeds mijn portofoon. Sander, ik ben echt zwaar in het probleem. Ze zijn mij aan het zoeken. Hier ze. Rijden. Oh my god. What the fuck? Wie waren dat? Pardon? Tyrone. Black, ik denk dat ze achter... Ja, ze komen achter ons aan. Ze hebben ons gezien. Maar wat moest jij doen? In stokbrood. Wat moest jij doen? Ik was lokaas voor Osman. Oké, duidelijk. Ze komen achter ons aan. Let op Jaden. Hey, sorry, het was even hectisch. Hoe is het met jullie? Moeten we versterking halen? Nee, wacht maar even. Oh, beter dan niks. Misschien kun je de politie bellen en vragen om versterking. Ja, Mac, die bouw ik ook al. Thanks. Ik ga niet er echt van. Heb je versterking gehaald? Kom, let's go. Mensen, laat deze auto even spuiten anders. Qua kleur. Heb je de versterking gehaald? Politie en zo? Ja, Tony die kon ook al niet komen. Politie kan niet bellen. Jaden? Verkeerde spier. Oh mijn god. Oh, ik ben bijna dood. Oh. Ik ben echt nergens meer veilig nu.
Maar de deal is nog niet rond dus. Nou, ze wou mij als lokaas gebruiken voor... Voor Osman. Osman. En ik moest tegen Osman dan zeggen dat ik met hem zou trouwen. Dus ze lieten mij met een roosje over de straat lopen. Omdat ze daar de afspraak wilden maken, zeg maar. Ja, we zagen ze net wegrijden volgens mij. Zo, goed dat ze je gevonden hebben. Rij achter hem aan, rij achter hem aan. Achter de politie? Ja, we zeggen dat we jou hebben. Ja. Doet er anders doet even. Doet even. Die wapen weg als je uitstapt. Dat mag gewoon, ja. Justin. Dat mag gewoon. We hebben hier Inge. Die hebben we nu hebben gevonden. Heb je dat gevonden, ja? Oh. Ja. Maar ze zit nog steeds eigenlijk... Oh, huh? Oh my god! The fuck? Oh my god, what the fuck? Ik weet echt niet waar ik naartoe moet. Ik weet ook niet wie het waren. Waar? Ik ben echt zwaar. Ik heb geen lockpick. Ik kan zo... Holy shit, ik heb echt dikke lek. Oh, ik schrok mij kapot, Quincy. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Het waren snipers, 100%. Ik kan ze daar ook niet laten liggen. Liet ze erin weg. Jay? Nick? Kan je, ik heb je mijn sleutels gegeven.